We zijn live. Hey. Hoi jongens. Hoi. Ja, ik deed bijna weer. Ja. Ik zit in de studio. Ik ga niet zeggen wat Martin bijna weer deed. Maar nee. Ik ga wel zeggen, welkom bij Nieuwe Simon 6. Het is woensdag, dus het is een vragenvuurtje. Wat ik wederom niet aangekondigd heb. En ik wil ook een soort van nog iets, een klein ander dingetje. Dus het is een soort hybride vlog. Daarom heb ik ook twee hybrides hier neergezet. Die samen met mij het vragenvuurtje doen. High five. Yeah. Het is Martin natuurlijk, de boy Martin. En het is de boy Veras, onze regisseur van Instant Gamer. Hallo. Ik vind dat jij, Veras, deze eerste vraag mag beantwoorden. Ja, hij is van O. Tieleman en hij zegt, hoi Simon. Dat zegt hij zeker. Ik deel je enthousiasme voor VR, oftewel virtual reality. Goed uitgelegd. Iemand van Sony had gezegd dat je met kleine dev teams leuke games of experience kan maken voor de bril. Maar denk je niet dat virtual reality een nieuwe bullet point achterop het game doosje gaat worden? Ik hoop dat de omgeving die voor... Ik kan dit echt niet lezen. Oké, Tilo, we kennen hem allemaal. Hij zegt dus, ik hoop de omgevingen die voor een tv-game zijn ontworpen een aparte toepassing krijgen binnen de VR-toepassing. Yes. Bijvoorbeeld een soort extra missie waar je niet moet schieten, maar de omgeving en gebouwen dient te onderzoeken als in een adventure game. Eigenlijk net als nu voor multiplayer wordt gedaan, waarbij delen van de game als ticketje met guns, arenas worden opgebouwd. Zie je dit als... Ik snap me echt niet. Ik ook niet. Ik las hem ook en ik zat te denken, wat wil hij nou ik vertellen? Ik denk dat hij bedoelt, dat hij bang is, of dat hij zich afvraagt, de kamer staat zo scheef als een termijn, dat hij zich afvraagt of VR wel echt een ding gaat worden wat echt op zijn eigen merit toegepast gaat worden. Uh-huh. Of dat het een soort filter is op al bestaande gameplay. Ja, ik denk ja en nee. Kijk, ik denk dat wij sowieso wel een soort van games gaan krijgen van Sony. Weet je, alle iToy en zo, wat een beetje gimmicky wordt. Ja. Maar ja, je ziet het ook al, weet je, nu games die echt voor virtual reality zijn gemaakt. En ja, sommige games ook niet, zoals die Alien Isolation. Zeggen, wat? Je gaat uit zinnen en als ik bij de conclusie van je zin komt, ga je een andere zin beginnen. Oké, nou ja. Maar in ieder geval, Alien, ja. Dat is wel echt een goed voorbeeld van een game voor virtual reality wat wel gewoon werkt. En het lijkt bijna wel alsof die game gemaakt is voor virtual reality. Heb je gespeeld in virtual reality? Ja, ik heb hem dus een half uur met Oculus Rift opgespeeld en ik vond het zo fucking vet. Want het ding dus is, het is misschien helemaal niet zo erg om op bestaande games virtual reality te plakken? Is nou, sommige games wel, sommige games niet. Maar kijk, de reden waarom het voor Alien goed werkt, je zit daar, het is heel, je bent heel erg, je zit in benauwde kamers en shit. Ja. En je hebt dat ding op, je kan niet ontsnappen, is je hebt benauwd. Je headphone op. Dus dat benauwde gevoel, dat wordt gewoon heel erg versterkt. Maar ja, ik denk als je, weet ik veel, een Rollercoaster Tycoon World of zo met een virtual reality opspeelt. Dat is voor Martin leuk. Oh, dat is best wel hard eigenlijk. Ja. Dat is echt een goed idee. Ja, maar dan als je dat speelt, dan... Oh, dat is best wel hard. Ja. Dat is toch top. Okay. Maar wat denk jij, Simon? Ik weet het niet, man. Ik vind dat we deze vraag beantwoord hebben. Ja? Denk ik. Okay. Bedankt. Goed. Oh, Tielemans. Dankjewel, O. Tielemans. Natuurlijk Tielemans. Even kijken. Hier ga hebben ik... we een nieuwe vraag. Ja, we hebben een vraag. Gezellig. Hier was iemand die zei op de site, dat kan natuurlijk ook. Simon, vind jij ook dat de creators van The Division het verkeerd aanpakken? Denk je dat ze de game niet veel te vroeg hebben aangekondigd? Ik volg de Facebookpagina, Twitter en de website. En eigenlijk proberen ze ons steeds warm te houden met screenshots en vage intro. Vage info. Info. Ja. Ik merk dat ik, maar ook vele anderen hierdoor alleen maar ongeduldig worden en steeds minder sympathie hebben. Wat het ding is met die game, ze zijn echt al volgens mij een jaar of zes al bezig met die game. Ja. Ze zijn heel lang bezig met die game. En hij had eigenlijk al uit gekomen moeten zijn. We zouden hem nu al volgens mij al maanden moeten spelen. Dus ze hebben hem wel op het juiste moment aangekondigd. Ja. Alleen ze hebben gemerkt, oké, zoals hij nu is, is hij gewoon nog niet goed genoeg. Hij is gewoon nog niet klaar. We hebben meer tijd nodig, dus ze hebben hem uitgesteld. Ja, ja, maar ja, ik vind het moeilijk, man. Weet je, ik denk vooral voor gamers dat ze... Weet je, ze zijn gewoon bang voor een soort van tweede Watch Dogs. Dat ze helemaal warm gemaakt worden voor iets. Voor Watch Dogs echt heel tof. Maar het was niet wat ze ons hadden beloofd. Wat hadden ze dan beloofd? Nou, gewoon, was een toffe game beloofd. Gewoon, als ik aan Watch Dogs denk, ik aan die E3 trailer van, wat is het, 2012. Weet je, fucking brute, overal interactiviteit. En uiteindelijk kreeg ik een soort van, halve GTA meets Splinter Cell, maar net niet-achtige game. Dus ik voelde me wel een beetje, ik vond hem net niet, zeg maar. Maar Division is moeilijk. Het half een beeld. Oh, sorry. Ja. Kom hier. Vind je het moeilijk? Maar wat vind jij ervan, Simon? Ik vind het ook heel moeilijk. Ik moet zeggen dat ik wel begon met die allereerste trailer zo van... Oh, die fuck, ziet er goed uit. Dan zakt de eerste enthousiasme, zeg maar. Dat is een beetje toen omschakeld naar, ik ga het zien. Ja. En nu ben ik gewoon eigenlijk... Ik hou... Weet je, deze game is voor mij net zoals zoveel andere echt grote games. Ik stop op een gegeven moment gewoon met kijken. Ik ga niet meer alle... Kijk, deze jongen die zegt van... Nou, ik volg de screenshots, Joey. Hij zegt, ik volg de Facebookpagina, de Twitter. En dan ben je er de hele tijd mee bezig. En dan kan het voelen alsof de informatie maar mondjes maar binnendruppelt. En ik kies er daarom altijd voor. Ik doe dat bij Metal Gear Solid. Ik doe dat bij een Bloodborne. Heb ik dat ook gedaan. Ik ga dan niet... ik ga gewoon niet al die informatie steeds opzoeken. En nieuwe trailers. Ik kijk nooit trailers bijvoorbeeld. Bijna nooit.
Tenzij het nieuwe aankondigingen zijn. Maar omdat ik dan zeg van oké, ik weet wat deze game wil doen. En ik zie het wel, weet je, als het zover is. Dus het is een beetje ook hoe je zelf de informatie opzoekt, denk ik. Is hij te vroeg aangekondigd? Misschien wel. Maar dat, als het uitgesteld is, zoals Martin zegt, vanwege lange uitstel, hadden zij natuurlijk ook verwacht dat hij dichter bij de aankondiging uit zou komen. Ik denk dat de beste man gewoon even moet wachten tot de E3. Want ik denk dat wij van Ubisoft weer... Ik denk die Lusso gaat. Ik denk dat ze echt helemaal losgaan met de Division. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat wij van Ubisoft gewoon hele mooie beelden te zien krijgen. Hoop ik. Ja. Nieuwe Martin, ik wil nog één... Dit waren de vragen al. Ik wil nog één ding... Wat wou ik zeggen over de L-Division? Nee, ik wou zeggen dat ik fucking veel zin heb in E3. Ik ook. Maar dat is voor een hele andere keer. Want ik wil vandaag nog even kort van jou... Ja. Ik las in een sms'je... Een tweet van je. Ja. Oh, ik heb een wekker gezet. Extra vroeg om Bloodborne te spelen. Hoezo? Holy shit. Jij hebt zelf... Jij vroeg mij een paar dagen geleden van... Hey, waarom de fuck is iedereen klaarkomen over Bloodborne? Ja. En ik zei, omdat het de fucking beste game van dit jaar tot nu toe is. Ja. En jij zei... Ik zei... Maar, want ik heb namelijk een hekel aan action RPG's. Ik heb sowieso een hekel aan RPG's. Het is gewoon niet mijn genre. Ik trek het niet. Skyrim vind ik niet leuk. Ik trek het niet. Een beetje zo midden in beeld. Ja, doe dat. Ja. Maar dan stop je hem in je PlayStation. En dan zet je hem aan. En dan word je in die wereld gedropt. Ja. En het is meteen aan. Het gaat meteen los. En je wordt niet aan het handje meegenomen van... Hey, ga daarheen om een sleutel te pakken. Zodat die deur daar open gaat. Zodat je met haar kan... een eindeloos verhaal kan aanhoren, zodat je weer weet dat je terug moet naar het kasteel. Nee, je wordt erin gedropt, je weet niks. Ja. Ze leggen de controls niet uit. Ja, heel, heel kort, de basic dingen die je eigenlijk niet... Erin is slaan. Veel succes. Ja, zet hem op, veel plezier, en zoals het hoort. En dan meteen is het aan, je zit in een toffe wereld, je bent genadeloos hard aan het hacken en slashen tegen ultiem vette vijanden, je gaat 100.000 keer dood. Maar je weet, diep van binnen... Ook al ben je 100.080 keer dood gegaan, dat je het gaat redden. Ja. Dus je blijft het opnieuw proberen totdat je er langs bent. En dan ben je er op een gegeven moment langs dat punt. En dan voel je je zo goed. En dan voel je je net zo als 25 jaar geleden. Toen je geboren werd. Nee, toen je je allereerste videogame uit had gespeeld. Zo'n gevoel. Ja, die set is zo. Oh, dat is wel een. Weet je wat het is? Deze man. Kijk, als ik Bloodborne verkoop, dan is iedereen zo van, ja, dan heb je die Demon's Souls, Dark Souls, Gelbak weer. Ja. En die vindt Bloodborne ook geweldig. Ik geloof het wel. Deze man, deze From Software hater, ex-hater, is het beste argument om Bloodborne te kopen. Daar wil ik het bij laten. Ja, gewoon te spelen. Je hoeft het niet van mij te kopen. Maar gewoon probeer het. Je hoeft het niet van hem te kopen. Hey, bedankt voor het kijken allemaal. Ja. Wij zijn er weer vandoor.